wat ze goed vinden aan wat Stichting Open doet, is dat je de mogelijkheid hebt om toch weer een dier om je heen te hebben. Ik weet dus zelf hoe het is als je dat even niet meer hebt. En ik vond het zo'n gemis. Ik vond het echt... ik vind mijn leven gewoon veel leuker met een dier erbij. En dat kan natuurlijk ook een parttime dier zijn. Dus dat vind ik dan van Opoe zo tof. Dan kan je toch de warmte hebben en de wandelingetjes en het sociale contact dat je hebt. Ik zou hondenliefhebbende senioren zeker aanraden om lid te worden van Opoe. Omdat het een ideale manier is om af en toe gewoon een leuke gezellige viervoeter in je huis te hebben. En je hebt ook niet de fulltime verantwoordelijkheid dan voor een dier, want dat is soms best moeilijk. Ja, dat lijkt me net als met kinderen, denk ik. Ja, ik heb geen kinderen, maar dat je denkt, ja, wel de lusten, niet de lasten. Ideaal.